Ik ben Ron van Rijswijk en vandaag zijn wij bij de Beelen locatie van Plurijn. We gaan het hebben over de X-Wall. Wat is een X-Wall eigenlijk precies? En waarom heeft de Beelen er een? Laten we het ze gaan vragen. Komt u mee? De X-Wall is aangeschaft voornamelijk natuurlijk voor onze jongeren. Maar je ziet ook meteen dat onze collega's het ook fantastisch vinden. Maar het is natuurlijk al echt voor onze jongeren wat extra's hier op het terrein. Nou, de X-Folder zijn eigenlijk twee componenten. Allereerst de goal. De goal die wordt gemonteerd tegen de muur aan. Hierin zit een sensor. En er zit een beamerbox die wordt bevestigd in het plafond. En in de beamerbox zit nog een camera. En de camera registreert het beeld. En de sensor in de goal die registreert de beweging op de muur met infrarood. En zodra het signaal wordt onderbroken, kan de computer dus zien. Daar wordt hij onderbroken, daar moet ik iets mee gaan doen. Eerst wist ik niet wat een X-Wall was, maar nu weet ik het wel. Het is een leuke muurspelletjes op te spelen. Ik vind het ook wel leuk om met de X-Wall te spelen. Het is grappig, je hebt grappige spelletjes. Gewoon rekenen, tennis, voetbal, allemaal dat soort spelletjes heb je erop staan. Waarom ben ik hier? Nou, dat is eigenlijk om... Omdat ik juist een goede samenwerking wil met de Beelen en met de jongeren. Dus ik wil ook de jongeren leren kennen. En ik wil ook weten wat hun exact nodig hebben qua ontwikkelingen voor de muur. Zodat die ook hier goed gebruikt gaat worden. De X-Wall is een interactieve spelletjesmuur, zoals je het maar kan benoemen. Je kan allerlei soorten verschillende spelletjes op spelen. Maar ook rekenspelletjes, voetbalspelletjes. Dus het is eigenlijk heel breed. En het mooie ervan is ook dat wij met onze jongeren van de Beelen ook onze eigen spellen kunnen gaan ontwikkelen. We zijn nu bezig om een interface te ontwikkelen waarin eigenlijk de begeleiders zelf vragen en antwoorden kunnen invullen. Dat ze zelf de games kunnen aanpassen, maar waarin ze zelf ook de scores kunnen bijhouden. En dit zorgt er dus voor dat de jongeren constant hun eigen score willen verbeteren. Hoe kwamen we er toe? Kinderen bewegen veel te weinig. Niet alleen kinderen, maar heel Nederland over het algemeen. En daar moesten we iets mee gaan doen. En wij dachten, laten we gamen gaan combineren met sporten. En dat is dus X-Wall geworden. Gewoon met de voet gaan we bijvoorbeeld op zo'n rondje gaan schieten. En of met de hand gaan we op de muur gooien. Ja, gewoon op rozen schieten. Je hebt ook voetsoccer. Ja, gewoon dat. Dan staat er een keeper at goal daar zo, die beweegt in en weer. En dan moet je de bal op zo'n rondje staan aanraken met de bal die daar staat. We hebben dit voor elkaar gekregen door middel van fondsen. Voornamelijk de Couvé Stichting. Ja, het hele doel is bewegend leren. Dus dat kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking, eigenlijk alle doelgroepen kunnen spelen en leren via de X-Wall. Dat is eigenlijk het doel. Nou, we hebben eigenlijk nog geen afspraken van hoe lang iemand mag spelen of iets dergelijks. Nog niet iedereen weet ervan dat hij er staat. Daarom hebben we ook mooi nu gebruik gemaakt van de nieuwsflits. Na vandaag willen we ook wel breder gaan trekken binnen de Beelen. En dan is het gewoon daadwerkelijk wanneer wij vanuit onze afdeling ook de tijd voor hebben en de ruimte voor is, gaan wij gewoon lekker met de jongeren spelen. En of het dat dan een 10 minuten is of een half uur of een uur, dat maakt niet uit. Ik heb nu nog maar één keer mee gespeeld met de X-Wall, maar ik denk dat ik ze wel zou missen. Het is wel heel leuk om mee te spelen. Nou, zo'n X-Wall is echt een verrijking voor de jeugd. Heeft u ook iets bijzonders om te vertellen? Mail het dan naar redactie@plurijn.nl.